Ja, Frank, dat was een moeilijke, denk ik dan. Ja, ik denk elke week moeilijke wedstrijden in dit stadium van de competitie. Als je de top speelt, als je degradatie speelt. Weinig ploegen spelen nu op dit moment wedstrijden zonder inzet. Dus voor ons geldt dat ook. Plus bijkomend derby. Overwinning van Houthalen in de 1-ronde. Pak dat al die gegevens tezamen en dan weet je dat je voor een moeilijke wedstrijd staat. Ploeg dat vertrouwen heeft, verleden week Antwerpen geklopt, etcetera, etcetera. Maar ik ben blij dat we die wedstrijd winnend hebben afgesloten. We hebben zeker niet gepanikeerd. Maar ja, er zijn factoren dat soms het spel kunnen beïnvloeden. En ik denk dat, ik ga daar niet te veel woorden aan vuil maken, maar ik denk dat de arbitrage tweede helft ondermaats is en dat ons spel kan beïnvloeden en ons spel heeft beïnvloed. En toch krijgen jullie vele kansen, hè? Maar het was altijd net niet. Ja, altijd net niet. Hè. Ik denk dat de bezoekende doelman Pietro zich in de Alverberg mooi heeft bewezen, dat hij een goede topkeeper is. En wij hebben de kansen een beetje laten liggen om die geruststellende 2-0 te maken. Ik denk als we 2-0 kunnen maken, dat dan de wedstrijd over en out is en dat we dan veel meer ruimte gaan krijgen. En nu is het opboksen tegen die goede lage verdediging waar dat ze heel veel punten mee pakken. Een ploeg die jullie duidelijk niet ligt. Volgende week FT Antwerpen, net in die Lotto Arena. Ja, FT Antwerpen gaat het niet weggeven natuurlijk, hè? Nee, maar ik denk, wij gaan het niet weggeven. Antwerpen gaat het niet weggeven. Beide ploegen weten, wij staan op achterstand op de leider. Dus het is een cruciale topmatch voor de beide ploegen. En verlies zal voor beiden pijnlijk zijn. Dus ik denk dat het toch wel een wedstrijd gaat zijn op scherp van de snee. En we gaan zien. Hallegooi gaat vandaag verschroeiend uit tegen Meeuwen weliswaar. Maar FT Antwerpen doet dat eigenlijk ook, 7-2 tegen FT Charleroi. Ja. Zijn toch leuke cijfers? Zijn leuke cijfers en goed. Ik denk dat dat ook de eerste keer is dat Antwerpen een topwedstrijd denk ik dan wint met zo'n cijfers. Dus dat is vertrouwen voor hun na verleden week. Ik denk, kijk naar onze wedstrijd. We hebben ook enorm veel vertrouwen, getankt door die 2-1 te scoren in de laatste minuut. Dus dat geeft toch een stimulans naar ons toe ook. Dus ik denk twee ploegen vandaag heel tevreden dat volgende week tezamen elkaar gaan bekampen in de Lotto Arena. Dat moet toch een extra boost geven, denk ik dan, voor jouw spelers toch eens voor 2.000 tot 3.000 mensen spelen een topwedstrijd. Ja, ik denk het. Ik denk dat dat naar de play-offs toe en ook voor Antwerpen naar de play-offs toe een heel interessante match is. Veel volk. De sfeer van de grote dagen, dus wat dat we gaan meemaken, wij als Hasselt de bekerfinale sowieso en dan de 6 play-off wedstrijden. Dus ik denk dat dat al een ideale waardemeter is voor mijn ploeg, individueel ook, om te zien hoe dat spelers zich gedragen in zo'n topmatch met veel volk. Ik kan altijd verschieten nog. Hè.